Vluchtelingen is eigenlijk bij uitstek ook een onderwerp voor media en politiek om hier en daar de waarheid wat te verdraaien. Hè? Dominique, ik hoor jou eigenlijk al 2 weken over een uitspraak van Asscher. De apotheker uit Aleppo. Daar gaan we even naar kijken. Ja. Hier is Asscher. We willen dat een apotheker uit Aleppo hier een bijdrage komt leveren in plaats van gefrustreerd ergens zitten wachten. Ja, wat maakte jou hier zo... Nou, kijk, jij moest erom lachen, geloof ik. Het is het gespin, het is het gedoe, dit is pure volksverlakkerij. Dus de COA-directeur is daarmee begonnen. Die wilde ons doen geloven dat er alleen maar zo'n beetje neurochirurgen en andere hoogopgeleide deze kant op komen. En dat we ons dus vooral niet druk moeten maken. Nou, inmiddels blijkt dat eigenlijk gewoon niet meer het geval is. Allerlei onderzoeken wijzen dat uit. Nu ook weer in Duitsland is er een onderzoek geweest. 2/3 van de mensen zijn eigenlijk, die hebben niet meer dan lagere school. 9% is academisch gevormd. Laten we dan in van de Syrische vluchtelingen. Van de vluchtelingen uit Syrië. Laten we dan in hemelsnaam een keer ophouden en gewoon benoemen dat er niet alleen maar apothekers in Aleppo wonen, maar ook dakbedekkers en gewoon metselaars of mensen die gewoon helemaal niks te doen hadden daar. Maar nee, er wordt hier maar geframed, de apotheker uit Aleppo. En het valt nog mee dat hij het niet heeft over de dermatoloog uit Damascus. En wat hebben we nog meer? Er zit de radioloog uit Raqqa. Ja, en zo, het allitereert lekker. Maar op een gegeven moment moet je daarmee ophouden. Annabel, stoort het jou wel? Nou ja, sowieso, apotheker uit Aleppo klinkt als een oorlogsmisdadiger die chemische of biologische wapens knutselt in mijn oor. En bovendien, Harald Doornbos heeft ook laten zien, ik weet niet meer waar in een artikel geloof ik, dat je ook heel makkelijk diploma's kan kopen. Dus van die hoogopgeleide mensen moet je ook nog maar aannemen. Dat was het paspoort van Rutte ook, toch? De paspoort had hij gedaan, maar hij had ook een stuk met diploma's dat je dat zo kon krijgen. Voor een paar tientjes in Turkije heel makkelijk kon je dat kopen. Dus het zegt helemaal niks. En dat geeft ook niet in die zin, maar als je erover gaat liegen, dat is natuurlijk een beetje een probleem. Weet je, zeg gewoon eerlijk, we hebben geen idee. Nee, wie er komen. Ah, precies. We hebben natuurlijk wel een beetje een idee. Of zeg, het zijn paupers desnoods. Ja, maar als je gaat liegen, komt het toch uit. We hebben wel een beetje een idee. En als het asielzoekers zijn en vluchtelingen voor een oorlog, dan is dat overigens misschien nog steeds goed om die mensen op te nemen. Maar uit een Duits onderzoek blijkt nu dat toch echt hoge aantallen van de vluchtelingen analfabeet zijn. Dus je kan maar beter, denk ik, de realiteit onder ogen zien. Ja. En daar een passend programma bij hebben, alfabetisering lijkt me bijvoorbeeld vrij belangrijk, dan te zeggen dat het louter dermatologen zijn. Ik heb Asscher ook eventjes aangesproken hierop in Den Haag. En ook wat collega's van hem in Den Haag. En niet te vergeten de vluchtelingen zelf, waar wij ook graag mee spreken. De apotheker uit Aleppo, hè? De veelbesproken uitspraak is dat. Waarom deed u dat eigenlijk? Omdat ik er een had ontmoet. Eentje? Ja. Toen dacht u van, nou weet je, dat meet ik zo breed uit, dat alsof het net lijkt dat het allemaal eigenlijk apothekers zijn? Nee, het zijn niet allemaal apothekers, dat weten we heel goed. Maar u weet ook heel goed hoe het wel werkt, hè? In de beeldvorming. We weten allemaal hoe het werkt in de beeldvorming. Eigenlijk zeggen ze het om de mensen hier te laten geloven van, ja, dat zijn mensen waar je ook echt iets aan gaat hebben en geen last van hebt. Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje ook een valse voorstelling van zaken. Want dan zou het zo lijken alsof we alleen maar vluchtelingen willen opnemen waar we zelf belang bij hebben, die wat voor onze economie betekenen. 3 + 3. How much is that? 5. Are you a lawyer? Ja. Yeah. Are you an engineer? Ja. Als je diploma hebt van elders, dan moet er gekeken worden wat dat waard is. Of dat erkend kan worden. Ja, niks. Dat weet u ook, dus niks waard hier. Nou, dat kun je niet zo simpel zeggen. Voor sommige studies kan het gewoon erkend worden. 10 + 10. 22. So you're not a doctor? No. Nou, is ook niet gezegd dat je een hoogopgeleide allochtone echt wat ook kan hebben, ook, hè? Toch? Dan is die hoogopgeleid en heb je er nog steeds geflikker aan. Dan zit hij hier, ja. Nou, succes in ieder geval. Dank. Dankjewel. Jij ook, hè? Dank. Ja, die cijfers hebben we dus even opgevraagd, waar Asscher het over heeft, dat bepaalde diploma's kunnen worden omgezet. Dan zou je denken, inmiddels zijn er bijna 55.000 binnen. Ik denk dat we inmiddels de grens zijn overschreden. Ik heb hier de cijfers uit Syrië. En dan hebben we het over 2015. Tot en met september zijn er 314 diploma's omgezet naar Nederlandse diploma's.
Dus de diploma's die specialisten in Syrië hebben gehad, worden dan... De apothekers, de neurochirurgen, de architecten en verzin maar, de registeraccountants. Ja, er zijn dus 314 diploma's op die 55.000. Nou zijn het natuurlijk niet allemaal mensen uit Syrië, merendeel wel. Maar het is natuurlijk schrikbarend laag. Mag ik daar nog op... Want kijk, er zijn ook heel veel diploma's die niet zomaar omgezet kunnen worden. Dus het is een laag getal, maar dat zegt ook nog niet alles. Wat ik ingewikkeld vind aan de discussie en ook aan van de frame tot waar wij het nu over hebben... Het maakt niet uit. Je vlucht voor oorlog en voor vervolging en dan zijn de internationale verdragen en dan vangen we je op. Dat moet volgens mij altijd de lijn zijn, want asielbeleid is geen immigratiebeleid. Het gaat niet over expats, het gaat over mensen die angst hebben. En daar moet je eerlijk over zijn, zodat je dan maatwerk kunt bieden en dat mensen hier snel aan de slag kunnen, of het nou een apotheker is. Nee, maar wat hier gebeurt met Asje is natuurlijk de PR-machine. Ja. Die wil laten zien, die wil Nederland laten zien. Wees niet bang en wees niet angstig. Het zijn allemaal hoogopgeleide mensen, daar hebben we echt wel wat aan. Maar hij bestaat ook echt, hè? Ik de apotheker uit Aleppo. Hij bestaat. Ja, hij gaat lachen ook, hè, Dominique? Als Dominique gaat lachen, dan wordt het echt. Ik wist niet wat ik zag, maar hij bestaat. We hebben hem, we gaan er naar kijken. Let op, daar komt hij. Dat de Turkse politie niet iedereen kan tegenhouden, blijkt op Lesbos. Daar komt een boot vol vluchtelingen aan. Een gelukkig moment voor deze Hongaarse. Na 3 dagen wachten kan ze haar Syrische vriend, een apotheker uit Aleppo, in de armen sluiten. I promise her that I'm gonna see her on the other side. And that... Ja, hij bestaat. Hij is er. Eén probleem, hij gaat mee met zijn Hongaarse vriendin naar Hongarije, dus hij zit niet in Nederland. Nee.